Het was een koude nacht, maar wel oké, goed gemutst. En ik ben gaan stappen. Het plan was voorbij Alphen aan de Rijn te komen. In ieder geval even doorstappen, want al die warme dagen die zouden leiden eigenlijk naar een hele hoop regen die dag. Want wat ik ervan begreep is dat er 22 mm naar beneden zou komen die dag. Dus dat was wel of op tijd onderkomen maken, of onderkomen zoeken. Maar in ieder geval, namiddag moest ik ergens zijn. En de regen begon al vrij snel. Dat was dus de kwestie van poncho om en door stampen. Maar op een gegeven moment moet je ook rusten. En dat was het moment in Reewijk. Dat vergeet ik niet meer. In Reewijk dat ik dacht, van, ik kan niet meer lopen. Mijn voeten hebben nu echt een uur rust nodig. Dat ik een container vond en een plank hout. En er was zoveel wind dat het was bijna horizontaal. Dan ben ik aan deze kant van de container gaan zitten. En daar had ik even windstil. Even een moment van rust. Dus ik had mijn schoenen uitgedaan. Mijn sokken uit. En even niks. Maar dat was wel een doorlopend fietspad, voetpad. En toen begon het ineens heel hard te regenen. En toen heb ik mezelf tussen die container en die plank hout gefrommeld. En er kwamen wel 50 man voorbij. Op fietsen, die me recht in me aankeken. Mensen, voetgangers. En niemand zei wat. En dat was eigenlijk het eerste moment in de hele trip dat ik schrok. Me echt weer een beest voelde. Dat was een heel verdrietig moment. Schoenen weer aangedaan. Tas op mijn bult en gaan. En toen werd er nog geen uur later bij de Esso werd ik verrast door een stel uit Utrecht. En die waren helemaal naar Reewijk gereden. En die hadden mij getrekt op die trekker. En die hadden mij gebeld van, hey, stop even bij dat benzinepomp. Want we hebben wat voor je. En ik stond daar te wachten. En toen werd ik achter in de auto gezet. En toen kreeg ik warme soep en warme koffie. Maar mijn telefoon was ook al bijna op. Hadden ze een battery bank hadden ze meegenomen. Ze zeiden, kan ik even wat opladen? Nee, is van jou. Die mevrouw die had een muts meegenomen, maar daar zat dan zilverdraad in. Dat was extra warm, want ze had gezien dat ik het zo koud had gehad. En dan had ik in ieder geval, het is gewoon hartverwarmend.